Ja, mooi om te zien dat we hier met zoveel nu aanwezig zijn. Hier biedt Iviaan en Stijn hoe de egel opvang. Om alleen van de nieuws aan de dames en heren. In samenwerking met het Iviaan en prachtig, mocht ik zeggen, een paviljoen zal ik het noemen, geopend heer, om de egeltjes op te vangen. Ik zag het straks zelf al tegen Denise. Ik heb dit jaar ook in de tuin. Ja, ik heb egeltjes hier langs komen. Hou natuurlijk met de dame werk te maken. Dan zie je dat vuil nu ook goed een schuppertje water neerzetten. Dus dat is wat. Niks zo gezellig als een egel in je tuin. Helaas lijkt de kans hierop steeds kleiner te worden. Er zijn aanwijzingen dat het aantal egels in Nederland sinds de jaren 90 is gehalveerd. Met de winter in aantocht kunnen ze dus wel wat extra hulp gebruiken. Vooral omdat egels een lange en energievretende winterslaap tegemoet gaan. Vanaf maart ontwaken de eerste egels weer uit hun diepe slaap. Verzwakte egels kun je dan wat extra eten geven, maar in principe kunnen ze in de lente weer hun eigen korstje bij elkaar scharrelen. Hoi, ik ben Evita Nijlen. Ik ben werkzaam bij Egelopvang Stijn. Wij vangen de wilde egel op, die wat gewond is geraakt in de natuur. In het geval van deze egel, deze was heel klein en was mama kwijt en was gewond. Dus deze egel hebben wij opgevangen en die blijft bij ons onder goede verzorging. En die mag in het voorjaar mag die weer uit, de natuur in. We hebben vandaag open dag. Het is ontzettend druk. Er zijn heel veel mensen naar ons gekomen om gelukkig kennis te maken met onze egelopvang. En wij hopen vandaag op een hele goede opbrengst, zodat wij deze egeltjes weer goed kunnen verzorgen. En Stichting Dierenlot willen wij bedanken, want die verdubbelen onze opbrengst van vandaag. Dus dan kunnen wij weer een mooie buffer opbouwen voor deze mooie egels te helpen. Deze egel is toevallig hier binnengebracht door mensen die wat niet wisten dat wij niet iedere minuut hier zijn, zeg maar. Dus die is afgegeven. En de meneer die hem heeft ontvangen heet Nico. Dus vandaar dat we deze egel Nico hebben genoemd. Alle egels hebben bij ons een naam, omdat we dat leuker vinden dan nummers. Dat is wat persoonlijker. Ja. En wij willen eigenlijk vooral vandaag de mensen leren hoe ze de egels kunnen helpen. De mens is eigenlijk de grootste vijand van de egel. Want in de natuur, de mens maakt de tuinen wat netter. Dus er zijn minder verstopplekken, minder blaadjes. Dus de egel heeft gewoon minder. En wij hopen gewoon door de mensen een beetje informatie te geven vandaag. Dat de mensen wat bewuster met de natuur en dus ook met de egel omgaan. En ons weer helpen, de egels te helpen. De egels komen bij ons binnen doordat mensen ons kunnen bellen. We hebben een egeltelefoon, die is van 9 tot 9 is die bereikbaar. En dan kunnen mensen onze egels komen brengen en als dat niet gaat, dan halen we ze op. En dan verzorgen wij ze voor eerste hulp. De mensen kunnen bij ons zieke egels binnenbrengen. Egels die gewond zijn of egels die klein zijn en hun mama kwijt zijn. En die mogen ze ons allemaal brengen en wij zorgen met behulp van onze dierenartsen dat die egel er weer bovenop komt. Of als het niet meer gaat, dat de egel uit zijn lijden wordt verlost. En niet in de natuur hoeft te liggen wachten totdat die er niet meer is.
Namens de egeltjes en de egelop van heel erg bedankt. Nederlandse stekelige egel is een zoogdier. Hij behoort tot de familie der egels. Er bestaan stekelige, maar ook zachtharige egels. Egeltje, met je kleine bolle zwarte oogjes. Wat doe jij daar in dat grote zwarte bos? Egeltje, met je grote stekeltjes. Wat doe jij daar in dat grote zwarte bos? Hij had honger. Zijn darmpje ging te keer. Hier maken we luizenpotjes, daar komen de oorwormen in, die hangen we in de boom, zodat die goed de oorwormen in en uit kennen om de luizen uit de boom te halen. Maar dan moet je wel zorgen dat de rand tegen een tak aanneemt. Dit materiaal heeft allemaal in lastkisten gezeten voor scholen. Dat heb ik helemaal uit elkaar gehaald en hier in vitrines gezet. Dan heb ik lastmateriaal. Ali die geeft uitleg over allerlei bodemdieren en met name de kevers. We zijn nu gevestigd bij het IVN in Steinerbos 2A. Dus het is in onze kern Stein. Egelopvang Stein wil ook lekker in Stein zitten. En we hebben nu een fantastisch mooie locatie hier in Stein. Waar we heel blij mee zijn en heel trots op zijn. Ze hebben ons gevraagd voor wat te vertellen over onze kleding. We zijn de besje van Stein. We zijn van 1977. En de kleren die we aan hebben, die hebben de overgrootmoeders hebben die gedragen. Daar hebben we voor de mouwteuvel hebben we over de markt gelopen. En daar hebben we geld bij elkaar gezameld voor een busje. Voor dat die mensen ook buiten konden. En onze kleren, dat zijn... Dat is het kornetje, dat is het mutsje. Dan is de plak over de schouders, een zwarte blouse, daaronder een terte rok. Sommigen hebben een hele oude nog, sommigen die hebben dan een nieuwe gemaakt, maar toch van ouder stof. Een zwarte schort, zwarte kousen en zwarte schoenen. Dat is... En een goud kruisje, als iemand gouden kruisjes heeft, zijn we heel blij mee. Ik zelf heb een kruis van een non.
een hele oude non. En dat heb ik gekregen toen zij gestorven is. Dat is onze klederdroom. De egel wordt maximaal 8 tot 10 jaar oud in gevangenschap, maar in de natuur ongeveer 4 tot 6 jaar. De rug van de egel is bedekt met ongeveer 6000 stekels van 2 tot 3 centimeter. En als hij bang wordt, dan rolt hij zich op tot een bal. We zijn gestart in mei 2017 in een klein perceeltje bij een volkstuintje. En inmiddels zijn wij uitgebreid tot dit, een mooi huisje met in een mooie natuur. Ja, dankjewel. Egel, prikkenbolletje, kruip maar in je warme holletje, want de winter komt nu gauw. Met veel ijs en met veel kou. Egel, egel, prikkenbolletje, kruip maar in je warme holletje. Maar eet eerst je buikje rond, raap de nootjes van de grond. Egel, egel, prikkenbolletje, kruip maar in je warme holletje. Oogjes dicht en slaap maar vlug.